Oudsbergen geeft fietsers alle kansen. In het centrum van Oudsbergen kan je vandaag al een fietsstraat tegenkomen. Je kan ze herkennen aan de roze kleur. Een fietsstraat is een straat met voorkeur voor fietsers. En een fietsstraat wordt aangeduid door het daarvoor bedoeld blauw aanwijsbord en door het logo op het wegdek. De reglementeringen op een fietsstraat zijn eigenlijk dat auto's en andere gemotoriseerd voertuigen maximaal 30 km per uur mogen rijden en ze mogen de fietsers ook niet inhalen. Wat ook belangrijk is, dat fietsers heel goed beseffen dat het algemeen verkeersreglement voor hun ook blijft gelden. Dus komen ze in een kruispunt met voorrang van rechts, dan geldt dat ook in een fietsstraat. En binnenkort krijgt Oudsbergen er nog eens 4 fietsstraten bij. En dat is goed nieuws voor alle fietsers. Verkeersveiligheid is een topprioriteit in Oudsbergen. En dat vertaalt zich in heel veel verschillende projecten, grote en kleine projecten. En een van die kleinere projecten, dat zijn onze fietsstraten. We hebben al een fietsstraat in Oudsbergen, de Rozenstraat op Glabbeek. Maar nu kiezen we ervoor om 4 nieuwe fietsstraten aan te leggen. Dat is de Heuvelstraat en de Verlorenstraat in Gruitrode, de Oude Asserweg in op Glabbeek en de Beemstraat in Meeuwen. Dit zijn ook schoolroutes en daarom willen we die straten extra in de kijker zetten. Nog een bijkomend voordeel is dat fietsers in een fietsstraat met 1 richtingsverkeer de volledige breedte van de rijbaan mogen gebruiken. Wanneer een fietsstraat een 2-richtingsweg is, dan mogen zij de rechterhelft van de rijbaan volledig in beslag nemen. Dus zij kunnen eigenlijk op een hele veilige manier fietsen. In onze politiezone Karma vinden we de fietsstraten ook heel belangrijk en de verschillende gemeenten zetten daarop in. En dat is natuurlijk een hele goede zaak voor de veiligheid van onze fietsers.